Welkom Ophiosis. This week heb ik mee te maken met je vader en je moeder. Als die leven some sort of a gezondheid klokte voor je vader en je moeder. Some sort of a diefstal met de data en informatie van kinderen of meesters kunnen ook te komen. Some sort of a problemen waar kinderen, mishandel van kinderen, kinderarbeid. Dat soort van dingen komen uit in deze week. Mensen nu recognize wat Ephiscrape of Scorpion man en zijn vrouw heeft gedaan. En hoe deze mensen hebben geld verdiend aan de volste uit. Okay? Dus als je recognize de 6 van Pentacles is in de omgekeerde, dat betekent dat deze Ephiscrape of Scorpion man en zijn vrouw heeft geld op een verkeerde manier verdiend door valse dingen te doen. Okay? Dus mensen is nou van op de hoogte. Dus we zien some sort of problemen. En het probleem heeft mee te maken met kinderarbeid of de mishandeling van kinderen. Omdat we zien dat de rechter of de politie staat om een kind te beschermen. Omdat die is nou achtergekomen dat een koppel kan een kind heeft gestolen of genomen. Of there was a, some sort of a corporation institution, some sort of adoption was niet doorgegaan. Een koppel kunnen zeggen, oh, this is mijn kleine kind. En mensen recognize is niet waar. Een heleboel dingen komt even boven water over kinderen in deze week. De weekend is fantastisch. De weekend, jullie moeten verwachten, een oude kennis ga je opbellen. Ik zie dat deze kennis, ik ken iemand die heeft heel veel liefde in voor jou. Sommige van jullie kunnen iemand nieuw ontmoeten. En ik zie echt dat jullie zijn zeer blij. Jullie kunnen uitgaan stappen. Het is een zeer leuke weekend. Nieuw liefde komt in je leven. Dus als je bent op zoek daarnaar, ga ervoor. Maandag is some sort of a problem met een kind. En some sort of a issue dat moet oplossen. Dat heeft mee te maken met een kind. En je staat stevig in je schoenen. En je zit deze kind te beschermen van een oude man. Of van een man. Oké. Dinsdag some sort of a communicatie. Waar een diefstal, een oude man. Een visgrave of scorpion man heeft iets gedaan. En het is zoiets als deze mannen hebben probeer om de gezondheid informatie van iemand bij te komen. Deze persoon wordt gepakt. Was is iemand dat is nieuwsgierig of iemand dat is gewoon zeer zeer verschrikkelijk dat creëert deceptiveness en dan probeer om de mensen om te laten zien dat om de mensen, weet je, het is een man dat creëert illusie en hoop dat om de mensen loopt daarin, okay? Het is iemand dat je stapt weg van, maar de persoon creëert illusie, okay? Iemand dat vindt iemand anders je telefoon om te bellen wanneer je wil geen contact. Weet je dat soort van mensen? Dat sport echt niet. En ze recognize het niet voor zichzelf. Maar ik zie dat een diefstal iemand, een oude man of twee mannen, dat creëert some sort of a diefstal met documentatie van kinderen of zo wordt opgepakt. Goed nieuws komt omdat mensen recognize wat een stiermaak of steenbokman heeft gedaan. Mensen is van op de hoogte dat deze man kunnen kinderen mishandelen of een kind was gewoon gegeven of genomen. Dat soort van situatie. Als je kind was gestolen in het buitenland, dat je kunt een nieuws krijgen dat de vader is opgepakt en het kind komt naar huis. Okay? Er is een situatie waar kind, so it says, yeah, een kind kunnen genomen voor some sort of a ransom, weet je? Dat je kind ging op vakantie of some sort of a situatie waar je kind
is genomen en die wil geld. Omdat ik zie dat is iets wat gebeurt in Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Maar ik zie zoveel nieuwe vormen van criminaliteit in Nederland. En het komt door de invloed van Zuid-Amerika. Dat komt in Nederland. En je kan dat best wel zien. Dat soort van richting dat we gaat op in onze maatschappij. Dat het is dat soort van data. Okay? Een visgreep of scorpion man en zijn vrouw hebben geld gekregen onder niet de juiste manier. En deze mensen, zoals so deze mensen, run papier of iets door een corporatie. En de woord betaald, maar het is een beetje vaag wat ze doet, oké? Okay? Echt vaag. Dan recognize wij dat some sort of a contract, een oude koppel, zorgen voor een oude koppel met some sort of a contract dat een koppel heeft, oké? Okay? Some sort of a, it's so it says the doctor, it's so it says een oude vrouw gebruik of verbruik iemand anders verzekering of iemand anders verzekering number. En ze wordt nou kapot bij de dokter omdat die dokter recognize dat hey, de verzekering maatschappij recognize dat twee person is on this en is twee verschillende ziekte, oké? Okay? Dus is so it says de verzekering maatschappij recognize dat hey, ho, het is twee verschillende charge van twee verschillende medicine inzet. En die beginnen om te kijken en recognize dat één persoon woont daar en één persoon woont daar. En dan deze vrouw ging naar de dokter en is nou gevraagd, joh, nou, we hebben alles gestuurd naar de verzekeringmaatschappij. Maar ze zegt dat je bent niet daar bekend. Dus ik zie nou een oude persoon wordt kapot bij een ziekenhuis of zo. Want die recognize dat deze oude persoon is niet wie ze zegt dat ze is. En deze oude persoon draagt iemand onder staat of informatie. Oké, okay? Dus is een probleem waar deze vrouw, haar man, have haar iemand anders data en informatie gegeven van wekens dat hij had problemen en deze vrouw is nou gepakt door de gezondheid. Ik ken de verzekering maatschappij of zo, want de verzekering maatschappij zie je, wow, en de rekening is betaald van daar. Deze vrouw kon niet hanteer alle deze ziekte, oké? Okay? Dus is iemand die doet iets wat met some sort of a verzekering. En ze is nu naar de dokter en de dokter zegt, ja, ja, we weten niet, maar alle de rekening komt terug vanwege dat je hebt je verzekering niet betaald, oké? Okay? Dus, de verzekering zegt dat ze is niet bekend van jou, dat soort van dingen. Dus, ik zie dat sommige van jullie komen achter. So, deze oude koppel is nu in problemen. Omdat mensen recognize dat deze oude koppel have iets gedaan en formulate some sort of a situatie. Maar is zo iets als een verzekering maatschappij is nou achtergekomen wat deze oude koppel have gedaan. Oké. Okay. Is alsof de dokter zegt tegen die vrouw, ja, mevrouw, je moet even zelf gaan bij de maatschappij om jezelf aan te mailen en alle de data en informatie. Dus ik zie dat deze vrouw ging terug naar een man en zegt, ja, nou, wat heb ik gedaan? Nou, dus ik zie problemen voor een oude koppel. Mens gaat even recognize dat een dokter was betaald door een iets met some sort of a data en informatie. Dat was verstrekker aan iemand dat was, dus die gaat even pakken of die komt achter dat een visgreep of scorpion man heeft some sort of a data en informatie over iemand gezondheid informatie doorgegeven aan iemand dat mag niet
En ik zie dat die zegt, nee. Dit is een fout. Nee, dat kan niet. Niemand anders mag in de patiënt data. Dus zoiets als een crave man probeer data en informatie van iemand te gezondheid dingen te pakken en mensen zeggen nee, daar heb ik geen recht over. Dus ik zie dat die pach deze crave man. Deze crave man is zo, het says hij doet alles en wat boven. Iemand beschadigd en iedere keer dat die recognize hoe slecht de man is waar hij heeft samen met een stierman iemand dat een informatie kan krijgen en have taken een vrouw en haar kind verwerken iedere keer en nou die gaat hem echt nou pakken omdat die have nou dat een informatie communicatie tussen deze kreefman en deze stierman dat die had kan communiceren en had data en informatie voor wissel. Dus een stierman wordt gepakt nu en de stierman is nu in heel veel problemen omdat mensen recognize dat de stierman samen met de kreef heeft iets gedaan en een leer dat was niet door de bocht en het was data en informatie van iemand uit te geven om de volste benoordigheid. Dus een stierman is nu gepakt. Die komt keihard op een stierman, omdat de stierman, een leeuwman en een kreefman heeft iemand een koppel data of informatie kan access. Ik ken een koppel aan de kind of een vrouw en haar kind, maar die recognize dat deze drie man, een leeuw, een stierman en een kreefman have a collaborator on taken a couple taken to work, okay? And no mensen recognize wie deze mensen zijn, okay? It is really corrupt. And now it's as if die pak, de kreef, die pak iedereen omdat ze zien de network en de connectie tussen deze mensen en de communicatie en de tekstbreak dat ze hebben gestoord. Dus is some sort of a corruptie word ontdekt door een groep van mannen van wat ze heeft gedaan. Maar de rest van jullie hebben some sort of a zorker voor je moeder, zorker voor je ouders. Dus wees voorzichtig. De weekend is een prachtig weekend. Geniet daarvan. Ik zeg namaste, tot volgende keer.